Europese wetgeving heeft gezorgd voor verlaging van de CO2-emissie. Vanuit milieuoogpunt wordt ethanol aan de benzine toegevoegd en is het percentage zwavel drastisch verlaagd. Dit is goed voor het milieu, maar de biocomponent in ethanol zorgt weer voor meer vocht in de benzine. Het lage percentage zwavel geeft tevens minder smering en reiniging. Motoren worden steeds complexer, met meer precisieonderdelen, elektronica, filters en controleapparatuur, waardoor de kans op storing groter is geworden. Door condensatie ontstaat vocht in de benzine. Dit zorgt voor een verminderde verbranding. Het vel verstopt de injector en de inlaatkleppen, zodat de verneveling niet gelijkmatig verloopt. Met als gevolg verstopping, verhoogd brandstofverbruik en mogelijk motorproblemen. Dit is te verhelpen met de benzinereinigers van Bardal. Achter op het blikje is de mengverhouding duidelijk aangegeven. Verwijder de zegel. Schroef de tuit erop. En voeg het additief toe aan de benzine. Door het additief wordt de injector gereinigd. Het vuil en water worden meegenomen met de verbranding, waarna de injector weer naar behoren werkt. De benzinereinigers van Bardal beschermen het complete injectiesysteem, verminderen vocht en verbeteren de prestaties. Dit alles resulteert in een verlaging van het brandstofverbruik en verbetering van motorprestaties. En vermindert schadelijke uitlaatgassen. Bardal benzinereinigers zijn al door vele klanten gebruikt, met uitstekende resultaten. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.bardal.nl.